Maatschappijleer 2, BB, Tim en Jongeren. Hoofdstuk 5, jouw mening over een ander. Als je voor het eerst iemand ontmoet, dan vorm je een bepaald beeld van zo'n persoon. Dat plaatje sla je in je hoofd op en meestal zul je die persoon na dat beeld blijven behandelen. Dat is beeldvorming. Je vormt van iemand een beeld. Dat beeldvorming ook heel gevaarlijk kan zijn, is duidelijk te zien wanneer je een verkeerd beeld vormt van iemand. Dan kan een vooroordeel ontstaan. Dat is een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten of de persoon goed kent. En als je die vooroordelen en die verkeerde beelden op een hele groep toepast, dan spreek je van een stereotype. En dat is een beeld dat je van een hele groep mensen hebt. Tolerantie speelt dan ook een belangrijke rol. Het accepteren van mensen met andere normen en waarden dan jij hebt. En uit tolerantie komt dan weer respect. Maar ook respect kent zijn grenzen. Want ga je iemand uitschelden om zijn geloof of zijn levensovertuiging, dan ga je vaak te ver. Respect heeft dan ook te maken met fatsoensnormen.